Stel ik heb driehoek RST en ik moet hoek T en hoek R uitrekenen. Dan kijk ik naar de tekening en dan zie ik hier twee streepjes. Dat betekent dat RT gelijk is aan RS. Dus het is een gelijkbenige driehoek. Bij een gelijkbenige driehoek is ook even handig om te kijken wat is nou mijn tophoek, wat is mijn basishoek. Nou, als ik hier deze twee lijntjes heb, dan weet ik dat ik hier mijn symmetrieas heb. Betekent dat hoek T gelijk is aan hoek S. Hoek T is hoek S, is dus 68 graden. En wat ik dan overhoud is hoek R. Hoek R is dan 180 graden min 68 graden min 68 graden. En wat hou ik dan over? Even rekenen. 180. ...44 graden. Dus hoek R is 44 graden.